Gaat die gast een serieuze fetus strikken nou? Oh nee, die pakt geld! En welkom bij een nieuwe aflevering van Emergency 5. En er mist nog iemand hier in het scherm. Wie dat is, dat ga ik je zo vertellen naar dit prachtige filmpje. Een prachtig filmpje van Keulen. We gaan vandaag Emergency 5 spelen in Keulen. En dat heeft er alles mee te maken. Dan denk je, waarom zitten we altijd in Duitsland? Omdat er nog eigenlijk geen echte, tenminste ik heb nog geen route gevonden in het Nederlands. En vandaar dus. En dan vraag je je misschien af, waar is Dimitri? Dimitri die, het is nou 2 uur. Om 4 uur moet de video online. Dus ik vond dat aardig krapjes worden en ik heb geen zin dat er geen video online komt. Dus vandaar denk ik, dat doe ik de opname wel alleen. En ik weet ook echt niet waar die gast uithangt. Die nou serieus tot 2 uur op zijn nest ligt te stinken. Ik heb geen idee, zijn telefoon is uit. Ik kan hem zo niet bereiken. Dus daarom doe ik de opname een keertje alleen van Emergency. En je zou denken, ja, wat zit je nou te zeuren dat er geen mod is? Ik zal je eerlijk vertellen, ik kan zeuren, maar ik kan hem ook niet maken. Dus tenminste, ik heb er geen tijd voor. Ik zou het graag een keer willen testen, maar helaas, dat zit er niet in. Nou, onze hond, onze spoiler gaat zoeken naar de verdachte. Wat gaat hij vinden? Hij gaat hier iets vinden, denk ik. Kijk, en dat hebben we zo gepland dat de ambulance ook gelijk ter plekke is. Kan deze hond terug natuurlijk. Laten we vast ook een ambulance bestellen voor het vervoer. Wat ik heel apart vind is dat deze ambulance die hierin zit niet en kan vervoeren. En mensen beter kan maken. Dat vind ik een beetje heel erg apart, om het maar zo te zeggen. Ik moet trouwens zeggen, de facecams, er mist nou wel iemand. Ik hoop niet dat het uit gaat maken op de reactie en de kijkers en weet ik het allemaal wel niet. En dat gaat echt lekker met Game Channel. We zien gewoon de hele tijd een lichte stijging in kijkers en abonnees. En dat doet ons allebei heel goed. Mocht je het ook waarderen wat wij allemaal doen voor Game Channel... Dan kan je gerust op ons abonneren natuurlijk. En dan zeg ook even tegen je vrienden dat ze onder ons moeten kijken. En dat hun dat ook weer doen. Want we doen altijd wel heel veel moeite voor die video's. Maar ja, weet je wat het is? Als je alles alleen doet, dan kan je alles alleen plannen. En dat heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Ik bedoel, als één iemand geen tijd heeft, nou ja, dan kan de ander het overnemen. Maar zelfs grote YouTube-kanalen hebben ook wel eens mensen geen tijd. Zijn ze ook niet bij de opnames. Deze keer een keertje voor eens in de weet ik veel hoeveel keer is Dimitri er niet bij. Ik hoop dat hij er morgen nu nog schoon met me bij is. Even kijken, de persoon gaat naar het ziekenhuis. Even kijken. Nee, ik zit even te kijken op de telefoon of ik al een berichtje heb van Dimitri, maar nee. Je hoort het aan de muziek, het gaat spannend worden. We hebben een gebouw die in de brand staat. En het is toch niet serieus weer hier, hè? Ik kan zeggen. Het is echt een klassieker, een gebouwbrand. Trouwens, zou je willen binnenkort... Watertender, 2 stuks, hier naartoe. We willen binnenkort Eurotruck Simulator ook gaan spelen. En wij zitten eraan te twijfelen om dat niet gewoon te spelen met toetsborden, maar ook echt van die gamesturen erbij te kopen. Weet je wel, dus dat je ook een gaspedaal hebt en een stuur en een versnellingspook. En dat het gewoon echt gewoon, een auto... simulatie game is. Dat willen we gaan doen. Dan zitten we het overwegen al in het gamestudio. Wat wij willen is €250. En ja, dat is wel... eventjes te denken waard. Maar weet je, laten we het gewoon gek doen.
100 duimpjes omhoog. En binnen een maand doe ik het sowieso. Ik weet niet wat Dimitri doet, maar ik doe het sowieso. Als je het ermee wil, game met de Rail Truck, of hoe heet dat, Euro Truck Simulator. Oh, ik zie dat we eventjes geconcentreerd moeten zijn, want er zit hier ook nog een gewonde in het pand. En hier moeten we ook iemand naartoe sturen. Dus 100 duimpjes omhoog en dan koop ik sowieso dat stuur. En dan, ja, dan zal Euro Truck Simulator heel snel gaan volgen. We hebben het al een beetje gespeeld, maar... Ja, je moet het toch een keer gaan spelen voordat er echt opnames komen, zeg maar. Zo, dat kan ik je wel vertellen, we zijn er wel mee bezig. Maar wat zou je dan graag, op welke dag zou je het willen? Maandag is Emergency 5. Dinsdag Emergency 4. Woensdag is het Farming Simulator. Donderdag iets anders, misschien donderdag. Welke dag zou jij het graag willen? In het weekend is Minecraft Weekend. Dus laat even weten, tips zijn welkom. En ik zie dat... Hoppakee. We gaan een... Wat ik wel heel erg leuk vind trouwens, is dat mijn beeld spiegelt automatisch op naar het programma. Normaal sta ik altijd links, zeg maar. Nu sta ik rechts. En als ik naar rechts kijk, dan kijk ik zeg maar naar links. Dat is heel, heel apart. Maar ja, ik moest snelle opname doen, anders kon jij nou 4 uur de video natuurlijk niet zien. Nou ja, we hebben in ieder geval de persoon is er als het goed is uit. Ah ja, hier is de persoon. De persoon in kwestie. En de brandweerauto's die kunnen weer terug naar de kazerne. Ik snap nog steeds niet waarom ze teruggaan met sirenes aan. Dat snap ik echt niet. Ja, ik moet wel zeggen, ik heb ook iedere week... Ik praat voor mezelf. Heb ik... wacht even. Ik heb hier een mengpaneel. Dan moet ik niet gewoon een verkeerde schuifje naar beneden doen. Heb ik ook iedere week zin om weer een video... Of ja, iedere dag eigenlijk weer om meer een video op te nemen. Als ik gewoon zie dat de kijkers omhoog gaan, de duimpjes omhoog, dan weet ik niet. Dan krijg je er gewoon op een of andere manier veel meer zin in. Maar 100 duimpjes omhoog, dan schaf ik sowieso zo'n ding aan. En dan, dan haal ik Dimitri, probeer ik ook wel over te halen. Maar ik denk dat het wel heel vet is als je in plaats van... ons zo ziet gamen ook gewoon echt een stuur ziet. En misschien moeten we er dan nog een extra camera bij aanschaffen. Dat je er gewoon dus zeg maar op twee lijnen ziet. Dat zou wel heel vet zijn in principe. Lijkt mij dan. Oké, we gaan... De melding is ook opgelost. Dus ik zie dat wij alweer een crimineel hebben hier. Oh, en dan wordt hier geknokt, geruzied en... Ik denk dat dit sowieso uit de klauwen gaat lopen. Dus we sturen er zeker ook maar een ambulance bij. Kijk, hoppakee, dat bedoelde ik al. Kijk, gaat die gast een serieuze fetus strikken nou? Oh nee, die pakt geld! En dat is altijd spannend bij Emergency 5. Dan begint de week altijd weer zo goed. Dus... Oh, hij is hier. Maar ik heb hier geen... Waar is die politie? Die politie die is hier volgens mij. Ergens, waar is die politie nou? Die crimineel staat in ieder geval daar. Mensen in elkaar te timmeren. Dus ik heb hier ergens een politie gestuurd. Die kan niet ver zijn in ieder geval. En als we nou kunnen niet klikken. Ik vind het een beetje raar dat ik hem niet kan vinden.
Volgens mij komen hier ook de politieauto's vandaan. Ah, kijk, daar gaat hij. Daar gaat hij. Hij gaat weer lopen. Hoor als sirenes. Ik denk dat dit een... dat tot een aanhouding komt. Oh, dit lijkt net Nederland. Zoveel mensen stapten er een keer uit zo'n politieding. Oh, nee, nee, nee. Niet vandoor rennen. Ik hoor brand. Brand. We gaan de... Oh, er wordt hier iemand geattacked, om het maar even zo te zeggen. En de handboeien worden omgedaan. En diegene gaat nou naar het politiebureau. Want hij heeft denk ik toch echt geld gestolen. Wat ik nog heel apart vind is dat ik nog steeds het andere busje kwijt ben. Maar dat zal wel aan mij liggen. Hier is die. Kijk. We willen natuurlijk zo snel mogelijk transport hebben. Dus we gaan het even zo doen. We hebben hier een brand. Oh. En dat is nog een flinke brand ook. Ik denk dat we het maar in één keer goed moeten aanpakken. Yes, go be in. I'm ready. Nou, we wachten even tot de persoon hier weer fit genoeg is om getransporteerd te worden. Maar we zien dat hier de brand in ieder geval flink bezig is. Dus ik hoop dat een brandweerauto snel er is. Maar die staan hier, denk ik. Ook wel zeggen, als dit tempo, dan duurt het inderdaad wel heel lang. Oké, nou... De persoon gaat nou weer vervoerd worden. Ik moet wel zeggen, het is wel saai om nou ja, saai. Kijk, ik kan gewoon natuurlijk tegen jou persoonlijk daarbij de dingen praten, maar... Ja, normaal heb je toch wel nog iemand die een beetje met je meepraat en dat mis ik wel. Maar ja, volgende week dan hopelijk dat het weer anders is, in ieder geval. En, ja. Zo. En, ik wil dat hier geblust wordt en dat deze hier blust. Zo. Want als we nou de buitenkant als eerst bestrijden, dan kan het in ieder geval niet meer uitbreiden. Maar, ik denk dat dit zo opgelost is. Natuurlijk. Het lost wel allemaal op. Ik heb trouwens gezien dat ik een lead rescuer ben. En dat was, had ik bijna voltooid. En dan krijg je een of andere badge of zoiets. En ja, leuk. We gaan ook alvast een sleepwagen naartoe sturen. Wat ik altijd heel apart vind. Ik maak wel eens foto's van incidenten. En dan komt er echt altijd pas een sleepwagen een uur naar de rand. Maar als een auto eenmaal brandt en je bent er, dan kan je toch al zo gelijk zorgen dat die sleepwagen komt in principe. Dan heb je het snel opgelost en ja, dan hoeft een politie niet langer erbij te wachten. Want volgens mij wachten ze er af en toe ook nog wel eens bij voor zaterdagnacht dan gaat een auto niet spontaan branden, 9 van de 10 keer, dus nou ja. Hè? Ik zie dat hier nog
een ding ergens. Oh, wacht even. Dat is onze sleepwagen. Ja, oké. Kijk, zie je, die moet nou helemaal van hier komen naar hier. En in de tijd dat die brandweer, die is dat goed is nu al. Ja, zie je wel. Oké. Oh, we hebben een containerbrandje. Makkie, een containerbrandje, altijd leuk. Het valt me nog mee dat ik trouwens nog niet geklaagd heb hoe slecht het spel is deze week. Misschien omdat ik eraan ga wennen, maar okay. Weet ik niet. En als het goed is... Kom daar, kijk. Kijk, wat een timing. Kom de sleepwagen erom. Hoe goed willen we het hebben? En als we hier kijken, dan is als het goed is de... containerbrand nog bezig. Papier, het vel. Ik denk dat het hete belastingbrieven zijn die erin zitten in het vel. Hete belastingbrieven, ja. Het kan allemaal. Ik vraag me wel eens af. Ja, blust het dan? Ik vraag me wel eens af als... Hallo, waarom blust het niet? Ik vraag me wel eens af als je de staatsloterij wint. En dan zeggen ze wel eens het is belastingsvrij. Maar... dat klopt niet helemaal, want je hebt natuurlijk nog je... Volgens mij komt het gewoon als inkomstenbelasting komt het erbij. Als vermogensbelasting. En ik denk als je dan een brief krijgt, als je stel je wint 30, 40 miljoen. Dan heb je geen blauwe brief, maar ik denk dat je dan gewoon wel een gouden brief kan krijgen. Of dat iemand van de belasting ja, het gewoon persoonlijk aan je komt afgeven, zeg maar. Wel, lijkt me wel apart op zich. Je opeens een hele berg aan belasting gaat betalen omdat je een ja, loterij gewonnen hebt. Nou, we hebben iemand die heeft verschrikkelijke hoofdpijn in, nou ja, er is een ambulance gebeld en nou, gaan we diegene kijken of we die beter kunnen maken. En even kijken hoor. What's up? Nou, ik vind dat diegene die auto hier ook wel mag staan. Met zijn koffertje erbij. Oh, het gaat helemaal goed komen. Kijk eventjes of... ja, ik hou het gewoon in de gaten. Want ik vind het heel apart dat Dimitri niet aanwezig is. Mijn bericht is nog steeds niet aangekomen. Dat betekent dat zijn telefoon nog steeds uitstaat. Heel apart. Man. Nou, deze is voltooid. Oh, we hebben nog een mooie... Ah, weer ouderwets hier een brand. God, dat is alweer lang geleden. Dat heb ik volgens mij ook nog nooit in een video gehad, hier een brand. Sarcastisch bedoeld. Een watertender wil ik hier hebben. Oh, er staat ook nog een bus hier in de brand. Het verandert dit scenario wel weer heel erg. Kijk, lekkere rockmuziek op de achtergrond. Ik wil dat hier ook een brandweerauto komt om te blussen. En ik wil dat er hier ook eentje komt. En ik wil een ladderwagen. Die mag in principe wel hier staan.
En voor de zekerheid, ik weet niet of het van toepassing is, maar alvast ook een ontsmettingswagen. We beginnen met die auto. Hier. Misschien wel een rare keuze is. Deze die zetten we alvast zo. Zo, nou kunnen die mensen zo al vast gaan blussen. Oké. Zo. Zo. Oké, hier een ontsmettingswagen. Ik weet niet of er al iemand besmet is, maar voor de zekerheid, hè. In ieder geval aan alle kanten wordt het vuur bestreden. Ik weet niet of wij ook een vliegtuig hebben die eroverheen kunnen. Nee. Dan doen we het wel even zo. Kijk, nou dat bedoel ik. Zo snel kan het opgelost zijn. Oh, ik zie hier nog een explosion in de building, maar ik denk dat we deze melding, ja, ik denk dat het wel dat we deze moeten laten zitten, dat het voor een andere keer is, want die melding komen toch 20 keer terug. Dan bedank ik je voor het kijken van deze aflevering van Emergency 5. Vond je het nou een leuke video? Geef dan een duimpje omhoog en vergeet hem zeker niet te delen. En dan zeg je, dat is een standaardje, maar doe het gewoon een keertje als je ons waardeert. En dan spreek ik je graag de volgende keer weer in een nieuwe aflevering van Emergency 5. Doei!